Welkom op mijn expositie in Hotel Arena. Hier is in Amsterdam van 25 juli tot 7 augustus heb ik hier een hele grote expositie. Ja, ik was heel blij dat ik hier mocht hangen omdat het een prachtige locatie is. Een 19e eeuwse pand. Een geweldig trappenhuis. We hangen hier in het trappenhuis. En uiteindelijk hangen hier in totaal ongeveer 69 schilderijen. De aanleiding van de expositie was de Gay Pride 2014 in Amsterdam. Daarnaast was er ook een heel cultureel programma in de stad. En daar is dit een onderdeel van geworden. Het zijn allemaal gay portretten, dus homoportretten van dating sites. En ik was zelf geïnspireerd door dating sites en de foto's die daarop staan, omdat mensen zich op een hele bijzondere manier eigenlijk presenteren. Vaak heel wonderlijk gefotografeerd met een telefoon. En je ziet eigenlijk allerlei type mannen die bezig zijn met hun homoseksualiteit en op zoek zijn naar contact. Dus ze communiceren eigenlijk met de snel veranderende wereld om hun heen. We zijn hier aangekomen bij de tweede serie schilderijen, die heb ik de afgelopen half jaar gemaakt. En voor deze serie heb ik ook weer de datingfoto's als aanleiding gebruikt, maar heb ik eigenlijk het onderwerp veel verder losgelaten. We staan hier voor het laatste schilderij wat ik geschilderd heb in deze serie. En dat is de overwinnaar, iemand die net... Een zwemmer die net de overkant gehaald heeft en hij heeft de overwinning behaald. Twee dagen is de expositie afgelopen hier in Hotel Arena en de schilderijen zijn daarna alleen nog maar te zien op de website. En ik hoop natuurlijk wel dat er nog een vervolg komt op een andere locatie.